Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft al 2 seminars over drinkwater gehouden. Vanmorgen is het laatste seminar over dit onderwerp georganiseerd in samenwerking met het kabinet van de VP en het Waterforum Suriname. Deze seminars zijn allemaal onderdeel van het Integrated Water Resource Management in Suriname. Dit laatste drinkwaterseminar moet nadere invulling geven aan het integraal plan over water research management, zegt Dave Abeleven, directeur van NH. Volgens hem is het de bedoeling om gericht te werken aan de ontwikkeling van een nationale watermarketing- en exportstrategie. Een van de belangrijke uitgangspunten van het ministerie is namelijk dat er altijd toegang moet zijn tot schoon drinkwater. Voor ons als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en zeker ook voor de regering is het belangrijk om ook water te kunnen zien als een natuurlijke hulpbron en op een zo duurzaam mogelijke manier mee om te gaan in de zin dat ook de mogelijkheid moet kunnen bestaan, gelet ook om de behoefte in onze regio voor water, vooral voor zoetwater, dat ook de mogelijkheid moet bestaan dat wij onze lidlanden, de lidlanden van de CARICOM met name, maar ook elders, kunnen voorzien van het nodige water. Natuurlijk binnen de verschillende milieu-regelgeving en wetgeving. Minister Regilio Dotsen van NH, die het seminar opende, zei dat deze waterwetten ervoor zullen zorgen dat Suriname van schoon drinkwater wordt voorzien. Op de vraag als deze wetten ook van toepassing zullen zijn op de kwikvervuiling en de illegale handel van kwik in het binnenland, zei de bewindsman het volgende. Voor wat betreft de gebieden waar er al vervuiling heeft plaatsgevonden, we hebben samen met een lokale ondernemer, hebben wij dus het systeem geïmplementeerd. Waarbij ook al komt er kwik voor in het water, dat die zuivering plaatsvindt van de zware metalen zoals onder de categorie waar kwik valt. Dat we dan een drieledige zuivering plaatsvinden, zodat het water dat uit het systeem komt wel schoon en drinkbaar is. Er zijn een heleboel haken en ogen waarmee we nog rekening moeten houden die we hebben geïdentificeerd en waar wij hard aan werken. Maar belangrijk is dat wij nu ook gaan richting kwikvrij. We hebben in voorbereiding de ratificatie van het Minamata-verdrag. Ik denk dat direct na de begrotingsbehandeling die op agenda zal zijn, omdat het al door de RVM is geweest, het is al naar de president gegaan, staatsraad teruggekomen en we hebben al een verklaring van geen bezwaar gekregen van de president. Dus we zijn ready voor de implementatie, voor de ratificatie. Regilio Dotsen, minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij heeft vanmorgen het seminar over drinkwater geopend. Dit seminar is georganiseerd door zijn ministerie in samenwerking met het kabinet van de VP en het Waterforum Suriname en is gehouden in het IGRS-gebouw.